Hier is Arnold. Arnie, heet het publiek welkom. Oh ja, je gaat dood. We moeten je opwarmen. Wat als we naar de zon gaan? Gewoon voor een nanoseconde. De oppervlaktetemperatuur van onze zon is 5500 graden Celsius. Het klinkt verschrikkelijk. Maar in feite zweet deze zak stront niet eens voor een nanoseconde in de zon. Het brein realiseert zich dat het een felle flits zag, na slechts 30 miljoen nanoseconden. En als we het over Arnold's brein hebben, zal het 2 keer zo lang duren. Maar wat als je de teleportatie-instellingen een beetje verandert en je binnen in de zon sturen? De temperatuur in de zon bereikt meer dan 1 miljoen graden Celsius, in tegenstelling tot het oppervlak. Hier zul je al gebakken zijn zoals het hoort. Je zult jezelf voelen alsof je in een magnetron zit, voordat je op een diemlat met een appel in de mond kunt worden geserveerd. Vanwege de korte fotongolven. Het hart, de maag en de lever zullen in het lichaam barsten. Arnie, zoals je droomde toen je je verkleedde als een piraat en helden. Ach, ik tril als een rietje. Tot de laatste Halloween. Alleen, er is een klein probleempje. Je DNA ioniseert al voordat je verbrandt. Dus we kunnen je niet meer klonen. Je moet een andere manier bedenken om je dikke reet te redden. Schrijf je ideeën in de comments. Hoe zouden we de stervende Arnold opwarmen? En waar wil je hem de volgende keer heen sturen? Druk op like als je genoten hebt. Abonneer je op het kanaal om geen nieuwe video's te missen. En zorg ervoor dat je de oudere video's ook bekijkt. Tot ziens!